Vandaag gaan we het hebben over valtechnieken. En die kun je prima oefenen hier in Snowworld Zoetermeer. Elke snowboarder valt wel eens, van beginner tot expert. Maar wat kun je nu doen om de kans op een blessure te verkleinen? We gaan twee punten behandelen, voorwaarts vallen en achterwaarts. Bij voorwaarts is de eerste stap om op je knieën te vallen, om vervolgens met gebogen ellebogen op de grond terecht te komen, om de kracht van de impact te verdelen. Kort daarna breng je je board in de lucht, zodat je nergens blijft steken in de sneeuw. Bij achterwaarts breng je je armen met gebogen ellebogen naar je lichaam en druk je je kin op je borst, zodat je hoofd de sneeuw niet raakt. Maak je rug bol, waardoor je eerst op je billen valt en daarna doorrolt om de impact te laten wegvloeien. Deze technieken kunnen de kans op een blessure verkleinen, maar het is geen garantie. Gebruik nooit je polsen om de klap op te vangen. Draag altijd een helm of eventuele andere protectie. Blijf deze technieken oefenen om het te automatiseren.